Ik ben vanmorgen in gesprek met Fieke van Driet, medeoprichter van de stad Verbeeld. Goedemorgen, Fieke. Welkom. Ja. De stad Verbeeld, medeoprichter. Maar kun je even in het kort vertellen wat de stad Verbeeld, wat dat inhoudt? Nou, we zijn al 6 jaar bezig natuurlijk met beeldverhalen verzamelen uit de wijken, maar ook in heel Nederland. Professioneel, amateurs, leerlingen. En in 2019 zijn we gestart met een eigen stichting. En Gert-Jan Aalders en Bert Jansen van het artistiek team en ik hebben de oprichting gedaan en er is meteen een bestuur in geïnstalleerd. En waar we voor staan is eigenlijk landelijke exposities naar Zwolle halen, Zilveren Camera, en we werken samen met Noorderlicht. Zelf ateliers verzorgen voor wijkbewoners, leerlingen, studenten, maar ook voor professionals en amateurs. En dan ook weer fotowedstrijden, jureren, eigen tentoonstellingen organiseren, stadsgesprekken organiseren rondom fotografie. Ja, het is eigenlijk de stad Verbeeld, dat het allemaal gaat, eigenlijk heeft allemaal te maken met fotografie. Ja, wel veel fotografie. Wat we ook doen is nu bijvoorbeeld een 038 Games, een virtueel huis van verbeelding. Dus we zoeken ook de grenzen op van fotografie, audiovisueel, nieuwe technologie. Multimediale producties. Oh, dus met foto en video. Ja, ja. En, maar waar je hier eigenlijk over bent, is dat er iets leuks op het programma staat. Ja. Eindelijk. Hè, nadat we de hele tijd, jullie niet open konden. Nee. En geen tentoonstelling konden laten zien. Ja. En binnenkort is er de IJsselbiennale. Ja. En daar doen verschillende kunstenaars en zo aan mee, maar de stad Verbeeld doet daar ook aan mee. Ja, ze hebben contact gezocht, omdat het heel moeilijk is om expositieruimte hier in Zwolle te vinden. Ja. En de IJsselbiennale, daar wist ik dat die weer naar Zwolle zou komen. Die gaat van Doesburg helemaal naar Kampen. Hè. Dus daar hebben we eigenlijk vorig jaar al contact mee gezocht van kunnen we niet samenwerken. En ik wist dat ze bezig waren met Harkelo. Nou, ik woon al 30 jaar in Zwolle-Zuid en ik ken de ontwikkeling rondom Harkelo. Ja. En ja, ik vind het een prachtige plek waar kunst en cultuur ook een plek zou kunnen krijgen aan de IJssel. Ja, even voor de duidelijkheid. Harkelo is de voormalige oude IJsselcentrale. Ja, klopt. Ja. Die, waarvan heel veel gesloopt is, maar er staat nog wat overeind. Ja, er staan dienstengebouwen, er staan meerdere gebouwen nog. Kantoren, magazijngebouw, daar gaan wij dan in exposeren. Ja, en daar op dat terrein, zeg maar, komt de IJsselbiennale. Ja, de IJsselbiennale is dan van 18 juni tot en met 19 september. En wij starten dan 18 juni met de dubbele expositie, de stad Verbeeld. Generation Set, What's Next? Heb ik hier een folder van. Ja. Zeg maar, er is een mooie foto bij gemaakt. En er zijn verschillende dingen die er dan gebeuren. Hè? Naast natuurlijk de anderen. Er zit een kunstenaar en er zijn veel meer dingen. Ja. Er zit ook horeca zit er ook bij. Maar de stad Verbeeld, wat voor programma heb je? Nou ja, wij vertonen daar, zeg maar, wij exposeren daar met beeldverhalen van wijkbewoners uit de binnenstad, de A-landen, de spoorzone, Verenlee, Berkum, Wietum. Nou, we hebben ontzettend veel verzameld afgelopen jaar, ondanks de corona. Ja. En dat laten we zien. We hebben natuurlijk een fotowedstrijd maandelijks gedaan, twee maandelijks, over de stad Verbeeld in tijden van corona. Ja. Daar hebben we 20 prachtige fotobeelden van de eerste, tweede en derde prijs. Dus dat is allemaal rondom de stad Verbeeld. En daarnaast hebben we, en dat vind ik echt wel heel uniek weer, een eigen fotografisch project natuurlijk opdracht gegeven aan 3 professionele fotografen. En die zijn al een half jaar bezig met het portretteren van jongeren. Generation Set, What's Next? Dus van 15 tot 25 jaar. Hoe beleven zij deze tijd in corona? En dat hebben ze prachtig vastgelegd. Op beeld vastgelegd. Ja, hele mooie portrettenseries van gemaakt. Ja. En het zijn gewoon Linelle Deunk, zeg maar, is ook winnares heel vaak geweest van de Zilveren Camera. Die heeft deze serie ook van Zwolse jongeren gemaakt. En dat is ook te zien op die tentoonstelling. Ja, ja. En dan is er ook nog, zeg maar, een virtuele tour. Ja, we hebben een half jaar gewerkt nu met studenten van Winterzijn 038 Games en CIBAP. En die hebben, zeg maar, beeldmateriaal van ons verwerkt in een game.
En dat noemen we het virtueel huis van verbeelding. Dus dan ga je naar binnen met een bril op, een VR. En dan ga je eigenlijk kamers ontmoeten. En dan ga je daar beeldverhalen zien. Van vorige jaren, ja, van voorgaande jaren. Dan heb je niet... heb je niet veel ruimte nodig, maar dan kun je door die virtuele bril zien. En dat heet eigenlijk het creatief gebruik van digitaal erfgoed. Zo noemen we dat officieel. Ja. Okay. Ja. En dan het thema, het past, Harkelo ligt aan de IJssel. Ja. En het thema is tijd en tijdelijkheid. Ja, klopt. En komt dat ook nog terug in beeldverhalen? Of? Nou kijk, tijd en tijdelijkheid heeft te maken met klimaatverandering, duurzaamheid onder andere. Maar het heeft ook te maken van wat gebeurt er in dat gebied. Hè? Hoe leven mensen in dat gebied? Dus de verhalen komen ook terug uit dat gebied. Dus, en dat heeft te maken met generaties die daar wonen en werken en leven. En dus wij gaan eigenlijk met dat thema van tijd, tijdelijkheid, gaan wij de komende jaren weer nieuwe programma's maken. En dan gaan we vooral kiezen, zeg maar, hoe gaan generaties met elkaar om? Dus Generation Z, what's next? Hoe gaan verschillende generaties met elkaar om? Dat gaan we fotograferen en uitvergroten in beeldverhalen. En inclusie en diversiteit is een thema. En klimaatverandering en duurzaamheid. Dus dan nemen we het thema van de IJsselbiennale weer in mee. En omdat het meeste is van, het gaat over kunst en in dit geval ook over fotograferen. Ja. Jullie hebben ook, er is ook een fietstocht georganiseerd. Ja. En dat is een hele lange fietstocht van 120 kilometer, las ik. Maar je kunt ook een kortere fietstocht doen. Ja, kijk, de IJsselbiennale heeft heel veel verschillende fietsroutes. Die kun je bij wijze van spreken helemaal, als je in dat gebied een paar maanden of een maand wil bivakeren, dan kan dat. Dan kan je van Doesburg naar Kampen en bij wijze van spreken weer terug. Ja. En wij sluiten aan, zeg maar, bij een van de fietsroutes die door de IJsselbiennale ook naar Zwolle en Arningahof gaat. En de binnenstap. En dan maken we een lusje naar het Lübeckplein hier in Zwolle, waar wij dus voor het eerst in de geschiedenis van Zwolle in de drie glazen huizen een foto-expositie mogen ophangen. Ja, en die glazen huizen, die staan er al? Ja, of, dat zijn de toegangshuizen als je naar de garage gaat. Dus staan op dat het plein. Die grote glasplaten. En daar komen dan foto's tussen? Ja, daar komen 18 foto's. We hebben geselecteerd. Dus een foto van iedere professionele fotograaf. De studenten van binnen zijn, journalistiek, hebben prachtige foto's ingeleverd. Die komen ook bij Harkelo te hangen. En dan hebben we een glazen huis rondom verhalen van de wijken. Dus daar komen allerlei beeldverhalen van de wijken. En in tijden van corona. Dus zo hebben we drie thema's. Wat mensen hebben gemaakt, zeg maar, als beeldverhaal. En daar komt dan één foto. Eén foto, van in het groot tussen zon en schotten. Ja, 120 bij 160. Ah, nee, ja, centimeter dan, hè? Ja, ja. En de opening, die gebeurt daar, geloof ik. Ik ben nu bezig met, want het is ontzettend lastig om allerlei afspraken met COVID te maken. Want je kan niet zoveel natuurlijk, dus je bent heel beperkt. Maar ik heb nu een afspraak dat ik 30 mensen mag ontvangen bij Lübeckplein bij Brains, want daar werken we mee samen. Dus daar kunnen we dan een opening op 18 juni doen. Dan worden de fotografen uitgenodigd en eventueel de mensen die op de foto staan. En een select publiek natuurlijk van mensen die bij onze organisatie actief betrokken zijn. En dat is dan van de opening van het Lübeckplein? Ja. Of is dat een beetje gecombineerd dan met de IJsselbiennale? Nou ja, het leuke is, wij hebben een prachtige eigen fotofietsroute gemaakt. Drie vrijwilligers hebben een prachtige route van Lübeckplein door het gebied naar Harkelo van 11 kilometer en daarna weer zeg maar van Harkelo weer naar het Lübeckplein met langs kunstwerken. Dus dat is ontzettend. Er staan zoveel kunstwerken in Zwolle uit. Dus wij hebben gedacht, we gaan ook een eigen fotofietsroute maken. Dus mensen mogen ook foto's inzenden, maken, inzenden. En dan komt er een winnaar uit in oktober. Ja, dus het Lübeckplein, dat is eigenlijk een beetje gezamenlijk, ook met die IJsselbiennale. Ja, want kijk, het is natuurlijk heel leuk als mensen, toeristen uit het westen van het land of waar ze ook vandaan komen, eventuele fiets huren om die IJsselbiennale te bezoeken. Dan kunnen ze
gebruik maken van onze fietsroute langs Zwolle Zuid. Ja, maar die fietsuren, dat zit er niet bij, hè? Of wel? Ja, dat is een onderdeel. Oh. Wij vallen helemaal onder de paraplu, zeg maar, van de IJsselbeer. Oh, dat wist ik niet. Maar we hebben eigen activiteiten. Ja, oké. Ja. Maar ik woon zelf in Zwolle Zuid en jij ook. Maar soms heb je dat niet eens in de gaten, hoeveel kunstwerken er eigenlijk in zo'n wijk zitten. En je weet soms niet wie dat kunstwerk gemaakt heeft, hoe lang het er al staat, wat het idee achter het kunstwerk is. Dus dat gaan we veel meer stimuleren. En ik heb ook gehoord van het is niet alleen voor volwassenen, maar dat het ook, er is ook wat voor kinderen te doen. Wat hebben jullie bedacht? Nou, dat is heel leuk. We hebben een fotolab gaan we organiseren. Foto gaaf. En dat is voor kinderen van 10 plus. En dat kan eventueel in combinatie met hun ouders, verzorgers of een opa en oma die het leuk vindt om te fotograferen. Ja. En dan moet je je wel allemaal digitaal aanmelden via de website. Dat is sowieso wel beter om te doen. Maar het leuke is dat we dan met 4 Zwolse fotografen om de beurt, dan 3 op zondagmiddag van 2 tot 4:30, gaan we dan een fotolab organiseren. En dan kunnen ze hun eigen camera meenemen of gsm, of ze kunnen een digitale camera van de fotografen even lenen. Okay. En dan wordt er een foto geprint en die krijgen ze dan weer mee. Okay. Dus soms zo een beetje de jongeren wat bewuster van fotografie. Ja. Wordt begeleid door fotografen. Ja, dat wordt door professionele fotografen. Margreet Vloon werk ik al heel lang mee samen. Corine Aalvanger, Gelinde Schrijver en Annemarie Seil, dat is een beeldmaker. Dus daar doen we al heel veel ateliers mee op scholen. En het leuke is dat leerlingen dan ook naar de expositie gaan en kijken wat leerlingen dan gemaakt hebben op Meander en Talentstad. Ja. Wat daar ook mee hangt. Gedaan. Maar ze moeten zich dus opgeven. En mochten mensen denken van waar kan ik dat allemaal vinden, dan zal dat straks ongetwijfeld in beeld komen. Ja. De IJsselbiennale, daar staat het hele programma op. Ja, van en ons ook moet de stadse beeld. Ja. Ja. Dus dan verwijzen we wel naar onze eigen, want wij doen zelf de inschrijving voor onze activiteit. Ja, dus dan moet je bij de stad verbeeld zijn. Dubbel expositie. En je ziet het ook, jullie hebben zo'n mooi oog. Ja. En met gekleurde wimpers, dus dat komt helemaal goed. En het is eigenlijk, het is nu in Zwolle, maar het is een hele kunst- en cultuurfestival internationaal, hè? Een kunstroute langs de hele IJssel. Nou ja, van Doesburg tot en met Kampen, hè? Dus het is wel een beperkte. Ja, en wel, daar zit Zutphen eigenlijk. En Deventer en Kampen, die deden eigenlijk al heel lang mee. En de IJsselmeerhalen, daar waren we contact mee gezocht en die zei, Zwolle staat zo vaak met de rug naar de IJssel. Okay. En dat je eigenlijk de IJssel veel meer zou moeten omarmen. Ja. En dus zij hebben al heel lang geprobeerd om Zwolle erbij te betrekken. Nou ja, dus wij zijn ontzettend blij dat we dat op deze manier zou kunnen doen. Ja, en dan heb ik nog wat gehoord van de Stad Verbeeld. Ja. Jullie hebben ook een rondleiding, zonder de fiets, maar dan lopend, zeg maar. Ja, dat is ook leuk. Kijk, Dolf Henneke, dat is de oudere, de voormalige Zwolse fotograaf, heel bekend. Is inmiddels overleden. Hij is overleden. Zijn dochter woont hier in Zwolle. Ja. En die heeft zo prachtig veel fotomateriaal over Zwolle. Van 1945 tot 1976. En er is ook een boek over uitgegeven. En vorig jaar zijn we voor het eerst daarmee gestart. En het leuke is dat stadsgidsen, die dus ook fotografisch dan dat materiaal meenemen. En dan word je meegenomen in de stad. En dan ga je kijken hoe was dat vroeger. Ja, hoe was het? En hoe is het dan nu? Ja, hoeveel veranderd is dat? Ja, hoe dat enorm veranderd is. Ja. En dan leer je, die stadsgidsen weten ontzettend veel over de geschiedenis van de stad. Ja. Dus dat is ontzettend leuk. En dan mogen mensen ook weer zelf foto's maken. Kunnen ze ook weer inzenden. En dan hebben we ook weer een winnaar met een fotoboek. Dus het is eigenlijk, is dat niet alleen, het is leuk voor Zwollenaren, zeg maar. Om te kijken van, goh, hoe was het nou vroeger? En hoeveel veranderd is het nu? Maar het is ook interessant voor mensen die niet uit Zwolle komen. Als ik naar een grote stad ga en ik ga een stadswandeling
wandeling doen, dan wil ik iets over die stad weten. Ja, waar komt die stad vandaan? Wanneer is die gebouwd? Ja, dus dat is ontzettend leuk om op die manier je stad te leren kennen, een stad te leren kennen. Ja, nou, het lijkt me heel... heel erg leuk. Het is ook eindelijk weer wat te doen. Hè? Ja. Mensen kunnen eindelijk weer ergens naartoe. Kun je nog even zeggen van wanneer tot wanneer is het? Nou, wij zitten daar van met een dubbele expositie van 18 juni tot en met 14 juli. En dan hebben we ook deze activiteiten allemaal. Ja. En IJsselbiennale is van 18 juni tot en met 19 september. Okay, dus dat is een langere periode. Ja. En dan kunnen mensen ook die fietsroute gewoon zelf doen. Maar dan zitten wij niet meer op zich met een tentoonstelling op het terrein. En het is allemaal te vinden op de websites van beide. Ja. Oké. Okay. Nou, het lijkt me heel leuk. En nou, ik zou aanraden, mensen, kom kijken. Ja. Er is zoveel te doen en eindelijk wat te doen. Er zit ook horeca bij, dus je kan ook een drankje nemen. Ja. Mensen moeten wel... COVID-maatregelen om de websites allemaal nakijken. En je moet wel zorgen dat je in de... Er is een hele looproute ook ingesteld. En er mogen zoveel mensen op het terrein. Dus als er te veel zijn, dan... Dus mensen moeten zich ook wel digitaal zoveel mogelijk leren aan te melden. Dan weten we dat ze komen. Oké, dus niet eigenlijk zomaar komen. Nou, dat kan. Dat kan ook. Maar je moet je wel inschrijven dan, gegevens achterlaten. Okay, dus ze zijn allemaal... Ja, prima. Ja, dat is overal. Dat zijn we eigenlijk al een beetje gewend. Ja, ja. Alleen is het nu fijn dat je dan ergens naartoe kan. Nou, het is zo mooi gebied. Het is ook veel in de buitenlucht. Ja. Ik bedoel, die expositie is binnen en zo, maar er is ook veel buiten te doen. Ja, en er zijn meer etages. Dus wij zitten op beneden op de begane grond. En er zijn op iedere etage zijn kunstwerken te bekijken. Ja, er is veel meer te zien. Nou, ik wil je hartelijk danken voor dit interview. Heel graag. En we zien elkaar gauw weer. Heel leuk.